Op deze bijzondere dag, 8 maart, heb ik uitgenodigd de voorzitter van de jongeren bij de NPS. Dat is mevrouw Danique van Vaarseveld. Danique, goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag Sam, dank je dat ik hier mag zijn. Alvorens wij kennis gaan maken met Danique, wil ik je van hieruit alvast een bijzondere internationale dag voor de vrouw toewensen. Dankjewel Sam, ook natuurlijk aan de kijkers en luisteraars, vooral de vrouwen natuurlijk. Ook voor hun speciale International Day of the Women. Ja. En hoe is je dag tot nu toe verlopen? Tot nu toe druk. Verschrikkelijk druk met werk. Maar daarnaast ook gewoon wel rustig, ja. Danique, het is onze eerste kennismaking hier bij ABC. Jij bent de voorzitter van de jongerenafdeling bij de NPS. En vanaf wanneer ben je dat? Vanaf 23 december 2021 ben ik dus gekozen als de voorzitter van de jongerenraad van de Nationale Partij Suriname. En hoe lang ben je al bezig met de politiek, om het zo te zeggen? Nou, eigenlijk een beetje achter de schermen meer. Maar ik denk dat ik zo 2-3 jaar echt een beetje meer naar voren ben gekomen. Even achter de schermen ben gekomen. Actief bezig ben geweest, ja. Een beetje met de big boys meegelopen. En daar een beetje kennis op gedaan. En op een gegeven moment zag ik dat het me steeds meer interesseerde. En zo werd ik dus in feite gevraagd om deel uit te maken van de jongerenraad. En van het een kwam het ander. Nu de voorzitter. Maar je hebt gekozen voor de NPS. Waarom? Want je hebt zoveel nieuwe partijen, je hebt oude partijen en je hebt gekozen voor de Frambo-partij. Klopt. Eigenlijk met de paplepel meegegeven. Mama en papa hebben het eigenlijk meegegeven dus. En op een gegeven moment stond je natuurlijk ook wel voor de keuze om zelf te gaan bepalen of je uiteindelijk ook natuurlijk die partij zou aanhangen. En ik heb tot nu toe geen andere partij gezien wiens ideologieën streamen met de mijne. En ik heb ook gewoon zelf gezien wat de NPS de afgelopen tijd heeft gedaan. En dat was voor mij dus de bewuste keuze om te zeggen van nee, degene wat met de paplepel is meegegeven ga ik dan door blijven eten, om het zo te zeggen. En vandaar dat ik dus ook gewoon NPS erbij gebleven. Je bent nu de voorzitter van de jongerenraad. Heb je doelen gesteld en wat zijn die? Natuurlijk, het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je doelen daarvoor gaat stellen. Je bent niet zomaar daar gekozen. Je bent daar om de jongeren te vertegenwoordigen. De jongeren, je bent als het ware hun stem. Maar het blijft natuurlijk niet alleen bij het zijn van hun stem. Je moet natuurlijk ook gewoon gaan handelen. En heel vaak krijgt men bijvoorbeeld het idee dat binnen de NPS er geen jongeren zijn of dat ze weinig gehoord worden. Maar daar zorg ik wel voor, natuurlijk met de rest van het bestuur, dat we in ieder geval gehoord worden, maar dat er ook gewoon hetgene waarover wij praten, dat het uitgevoerd wordt. Heb je veel jongeren daar achter je? Best wel. Tot nu toe mag ik trots zijn. Elk district zijn we ook goed vertegenwoordigd. Afgelopen weekend hebben we bijvoorbeeld dat ook gewoon duidelijk gezien. We waren het afgelopen weekend in Coroni en daar waren we dus ook met een groepje jongeren. Die hebben ook huis aan huis bezoeken gedaan. En die hebben natuurlijk ook geluisterd naar de problemen die de jongeren allemaal hebben in Coroni. En ik mag alleen maar trots zijn op mijn bestuur en natuurlijk de rest van de jongeren. Vaak genoeg hoor je jongeren niet meer dat ze geïnteresseerd zijn in de politiek. Zou je denken vaak genoeg alleen maar aan geld maken. Hoe is het voor jou om eigenlijk, want dit, ik neem aan dat dit gratis is, dat je met deze jongeren misschien op pad trekt dat ze toch de interesse tonen om mee te gaan. Hoe moeilijk is het om ze te overhalen? Het is sowieso niet makkelijk, vooral omdat de NPS gezien wordt als een partij voor biggiesma's. Dus het is wel een beetje moeilijker om de jongeren inderdaad een beetje te trekken. Maar ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met hoe je voordoet en wat je ze allemaal vertelt. Aan het begin bijvoorbeeld, toen ik werd gekozen als voorzitter, heb ik een presentatie gehouden met de doelen die ik in de 3 jaar dat ik dus gekozen ben, wil realiseren. En het waren wel zaken die ze aanspraken. Maar daarnaast is het natuurlijk leuk dat je een mooi verhaal aan ze vertelt, maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat je je houdt aan die doelen. En daarvoor heb ik natuurlijk ook gezamenlijk een bestuur, zodat we samen te werk gaan en ervoor zorgen dat die doelen behaald worden. Het is niet makkelijk, want nog steeds als je met bepaalde van de jongeren praat, dan moet je ze echt wel overhalen. En het duurt een beetje langer dan normaal om ze aan jouw kant te krijgen. Maar als je ze ook gewoon confronteert met de feiten van de afgelopen tijd, vooral de zaken die de partij heeft kunnen realiseren, dan zie je ze op een gegeven moment wel echt in van, hé, ergens heb je gelijk en ik heb ergens anders geen keus. Dus dan sluiten ze toch wel automatisch aan. Bij politieke partijen hoor je vaak genoeg van, ja, de jongere voorzitter is een beetje bang om met de grote voorzitter te praten. Is dat ook het geval?
Absoluut niet, absoluut niet. Ik moet wel zeggen dat ik met de voorzitter een heel goede verstandshouding heb. Elk probleem dat er is, kan ik hem gewoon even appje sturen of bellen. De jongeren weten het trouwens ook gewoon als ze vandaag iets vragen, is het eigenlijk al dezelfde dag dat ik misschien de voorzitter lastig val. Ja. Ik weet niet of hij soms zelfs van me verveelt, ik weet het niet. Maar ik zorg in ieder geval ervoor dat alles dat wordt aangekaart met de voorzitter wordt besproken. Dat we natuurlijk ook op één lijn zijn, want dat is het allerbelangrijkste. Dat ik niet A zeg en de voorzitter B, maar dat we gewoon op één lijn zijn. En tot nu toe mag ik niet klagen. Ik heb de ondersteuning van het bestuur, het hoofdbestuur, maar natuurlijk ook de voorzitter daarbij. En is er misschien ook contact met andere voorzitters van of jongere besturen van politieke partijen? Bijvoorbeeld, we hebben nu een coalitie met de NPS, PL, ABOP en de VHP. Heb je misschien ook contact met de besturen van de jongere raden van die partijen? Jammer genoeg niet echt. Ik heb wel in het traject al bepaalde van ze ontmoet. Die leden zijn van dus de diverse jongere raden van de andere politieke partijen. Maar jammer genoeg niet echt intensief contact. Het is sowieso iets waaraan ik wel wil werken. En sowieso ook iets waarvoor ik zelf opensta. Ben jij zelf tevreden hoe zaken verlopen in de regering? Want je bent een opkomende politicus. Nee, niet echt. Maar ik heb ook gewoon geleerd binnen dit traject dat je heel veel geduld moet hebben en zaken moet afwachten. Maar ook gewoon je stem moet laten horen wanneer het nodig is. Men denkt vaak genoeg dat wanneer je staat te schreeuwen of wanneer je herrie schopt, dat het is. Maar je moet gewoon het juiste moment afwachten. Blijven communiceren, blijven onderhandelen. En dan denk ik wel dat het goed komt, ja. Waar wil jij terechtkomen in de politiek? Nou, heel goede vraag. Ik heb er nog niet zo goed over nagedacht. Maar wat ik zeker wil doen is me nu focussen op de jongeren. Ik ben gekozen voor 3 jaren. En in die 3 jaren wil ik ook gewoon echt het verschil gaan uitmaken met de rest van het bestuur. Zodat men echt kan zeggen van, hey, er is inderdaad een nieuwe jongerenraad. En we hebben gezien dat ze de afgelopen 3 jaar hebben gewerkt. Dat is voor mij nu de main focus. Mocht het zijn dat er along the way andere dingen op mijn pad terechtkomen, dan ja, sta ik daarvoor natuurlijk open. Maar op dit moment is echt mijn main focus om iets te maken van die jongerenraad. Omdat zeer zeker de first en second voters voor ons een heel belangrijke doelgroep zijn. En er heel veel werk aan de winkel is daar. Als jongeren nu naar je kijken, ze zien je op tv en ze willen eigenlijk meer weten van waar kan ik meer informatie halen over de NPS? Of hoe sluit ik me aan? Hoe kan dat? Nou, heel erg makkelijk. We hebben dus onze eigen Facebookpage. De Jongerenraad heeft zijn eigen Facebookpage en Instagrampage. Daarnaast ben ik ook bereikbaar op Facebook. Ik heb ook mijn eigen page daar. Vaker als ik ook gewoon in de districten ben, geef ik aan dat ik jongeren te woord wil staan. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de overige bestuursleden die zich ook kenbaar maken op social media. Men mag altijd natuurlijk ook komen naar Grunjari zelf om te vragen voor een gesprekje. Dus we zijn heel makkelijk te bereiken. We zijn niet zo moeilijk. Voor jou als vrouwelijke voorzitter van de Jongerenraad, je positie als vrouw, is het een beetje moeilijker om te manoeuvreren? Want men zegt vaak genoeg, is een mannenwereld waarin we leven? Ja, nou, tot nu toe heb ik geen problemen als zodanig ervaren. Je merkt natuurlijk wel een beetje bij die stoomfoto's, vooral de heren, dat er een bepaalde houding is. Ja. Maar ik denk dat als je van jezelf ook gewoon een doorzetter bent, dat eigenlijk geen probleem moet zijn. Tot nu toe heb ik niet echt al te veel problemen ervaren. Ik besef me heus wel dat we in een wereldleven, de politieke arena is eigenlijk meer een soort mannenwereld, zeg men. Dus daarvan ben ik me best wel, daarvan ben ik dus in feite op de hoogte dat het in feite zo is. Maar ik zorg gewoon ervoor dat ik mijn werk blijf doen. Ik ben niet alleen omringd door heren, natuurlijk ook dames. En tot nu toe mag ik gewoon niet klagen daarover. Internationale Dag van de Vrouw vandaag. Ja. En als we praten over de Surinaamse vrouw, kan de Surinaamse vrouw eigenlijk meer uit zichzelf halen? Tuurlijk. Er is altijd room for improvement, zeg ik. De Surinaamse vrouw heeft de laatste decennia sowieso eigenlijk de plek opgeëist binnen de samenleving. En daar ben ik super trots op. Maar er is natuurlijk meer dat we kunnen doen. Ik merk wel steeds meer dat vrouwen zich in feite meer profileren binnen de samenleving en meer gaan doen en meer durven te doen. En dat maakt me alleen maar trots. Maar ik zeg ook altijd, net wat ik al eerder zei, there's always room for improvement. En als je bijvoorbeeld met vrouwen van jouw leeftijd praat, praten jullie ook wel over de politiek? Zijn ze geïnteresseerd in de politiek? Nou, het hangt er vanaf. Natuurlijk naast fashion en dat soort dingen, want dat zijn meestal de dingen waarin vrouwen geïnteresseerd zijn.
Heb je dat sowieso een stukje politiek kan bijkijken? Hoe je draait of keert, komt het altijd wel bijkijken. Of het nou in een sociaal-maatschappelijke vorm is. Of men nou gaat praten over de economische situatie. Het komt altijd wel een beetje bijkijken. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik merk dat vrouwen op dat gebied, het hangt er vanaf hoor, dat heeft ook te maken met de leeftijdsklasse waarmee je praat. Meestal jongeren tussen de 21 en 30, daar merk je nog af en toe dat ze misschien niet zo vrij zijn om over de politiek te praten. Maar dan heb je daar weer anderen die iets ouder zijn en misschien ook op een ander niveau zitten die wel erover praten en zich nu al bewust zijn van het feit dat ze... Ja, ik noem maar een voorbeeld. Om de 5 jaar bijvoorbeeld een keuze moeten gaan maken. En dan heb je dan weer anderen die aangeven van... hey, dit is niet waarvoor ik bijvoorbeeld gekozen heb. Of dit is niet wat ik graag zou zien in een land. En anderen die ook gewoon bewust ervan zijn dat als ze ook gewoon blijven zitten en niets doen... en ook gewoon zelf niet die verandering brengen, dat er ook geen verandering komt. Dus het hangt echt een beetje af van de leeftijd en de doelgroep. Op deze speciale dag van de vrouw, heb je een boodschap richting de Surinaamse vrouw? Natuurlijk. Ik ben sowieso trots op de vrouw, maar we kunnen natuurlijk meer doen. En vooral binnen de politiek hoop ik de komende tijd ook gewoon meer vrouwen te zien. En dat meer vrouwen ook gewoon de politieke arena betreden. En dat we samen ook gewoon heel veel gaan doen. Dat we elkaar niet tegen gaan werken, maar dat we juist gaan bundelen. En dat we als vrouwen ervoor zorgen dat het land alleen maar een mooier land kan worden. Danik, hartelijk bedankt voor je komst naar de studio. Had je misschien nog iets dat je zou willen delen met de kijkers? Nou, ik wens al de vrouwen, wat ik al eerder zei in het begin, gewoon een fijne vrouwendag toe. En laat je stem vaker horen. En probeer gewoon het beste te maken als vrouw in de samenleving van alles wat we meemaken. Probeer gewoon altijd het beste ervan te maken. En laat je altijd van je beste zijde zien. En kom op voor jezelf wanneer het nodig is. Hartelijk bedankt voor jouw komst naar de studio. Dat was Danik van Varsseveld en zij is de voorzitter van de Jongerenraad bij de NPS. Sam Blankendaal heeft het gehad voor vandaag met Magazine 4. Nogmaals een fijne dag van de vrouw. Ik groet.